Hallo mensen, hallo. Welkom bij een hele nieuwe vlog. Wat gaan we doen, Chris? Want we gaan iets speciaals doen. Ja, vandaag gaan we met de boot mee. De rondvaartboot. We gaan de boot in. Ja, we gaan de boot in. De rondvaartboot wat over het Grevelingenmeer gaat. Ja. Op Center Parcs. Zandvoort. Porcelander natuurlijk, ja. Nog zuidelijker. Ja. Zandvoort. Grevelingenmeer en Zandvoort, dat kan niet. Maar jullie zien het zo meteen als we bij die boot zijn, want we lopen er nu naartoe. Het is niet een hele mooie dag, maar het wordt wel mooi, heb ik in de gaten. Kijk. Het is wel, het is nu nog weer droog. Ja. Kijk daar zo. Hoppa. Vannacht heel hard geregend. Ja, heel hard. Maar we houden jullie niet langer in spanning. We gaan naar die boot. Tot zo. Tot zo. We zijn met de boot. Ja, en zelfs over het park hebben we nog haast. Hè? Ja. Want we hebben de première van onze vlog. Waar jullie nu eigenlijk naar kijken. Ja. Eerste Pinksterdag. Eerste Pinksterdag. En dan moeten we nog met die boot mee. Ja, deze boot. Dus dat wordt hem. Kijk, hij gaat al aan. Daar zo. Ze moeten het opwarmen. Voor ons weer een leuke, unieke ervaring, hè? Ja. Dus we gaan jullie mee op de tocht nemen. Ik denk dat het een echte aanrader wordt. Ik denk het ook wel. Ja. Nou, allemaal aan boord. Ja. Inmiddels zitten we op de boot. Ja. En we gaan wachten tot hij gaat vertrekken. En dit is wel het uitzicht wat we op dit stukje hebben. Oké, we gaan vertrekken. Ja. Hij gaat terug. Zijn we nu op de kant op? Beginnen. Ja, dat kan ook dan. Ja, hij gaat een stukje achteruit natuurlijk. Want dat wordt lastig. Of hij moet gaan draaien. We zien het zo wel. Ja. Alle hoogtepunten zien ze ook wel, toch? Dat denk ik wel. Jawel, dat kan wel. Misschien gaan we nog wel bij de schipper kijken. Vertrek op het een en dit is de jachthaven en dan laten we gewoon hier op Porcelander achter ons. Ja, dat is die worden achtervolgd. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Ja, hoezo? Wauw. Zu mischen und zur Verbesserung der Fischbestände beizutragen. Man kann Wasser in das Grevelinger Meer hinein, aber auch nach draußen strömen lassen. In Grevelinger Damm wurde ein paar Jahre später. Ah, dann muss ich echt sagen. Dat die wolken zo met dat licht erdoor, dat ziet echt mooi uit hoor. Ja, daar is het ook op. Ja. Mooi. Ja, we krijgen dus steeds verhaaltjes wat er aan de hand is. Met, of hoe het ontstaan is eigenlijk. Nou, eens even kijken hier. We kunnen natuurlijk ook helemaal boven voor op de boot staan, hè? Dat ziet natuurlijk ook heel gaaf uit. Merk je ook niet 1, 2, 3. Je waait wel minder. Kijk dan. Kom.
kopje koffie op het water. De hond is erbij. Nee, nee, niet van ons, nee, maar hij is er wel bij. Nou, Port Zeelanden ligt inmiddels al een mijl achter ons. Daar is er helemaal in de achtergrond. De koffie is inmiddels op. Tussen ons, we kregen nog wat handdoeken van tegen de kou. Moet jij je handdoekje hebben? Nee, zometeen. Ik ga toch zo weer aan de wandel. Maar ik moet zeggen, ze hadden gisteren heel veel regen voorspeld en het weer is nou eigenlijk best wel prima. Bij de schipper. Hoi. Een stukje warmer hier. Ja, lekker hè? Inderdaad. Buiten zal het minder zijn, dat geloof ik. Ja, het regent gelukkig niet. Nee, het is lekker droog. Ja. Mooi, vind mensen lekker buiten gaan staan en kijken en zo. Ja. Is het ook meer echt het gevoel. Dat zeker. Ja. Maar we sturen niet meer echt. Ja, ik heb hier nog een pootje. Oh ja. Mee, daar kan ik ook mee sturen. Ook kapitein met de bijlen op verschillende manieren sturen. En, ja, ja, tuurlijk. Wel lekker gemakkelijk gemaakt zo. Ik vond het best wel nog wat goed doorgaan, zeg maar. Oké, okay, ja, ja. Direct. Daar zit heel veel kracht in, dat vooral. Heel veel vermogen. Ja. Beetje op het sleepschip bij zich gebouwd natuurlijk. Dus vermogen heeft hij, de snelheid valt op zich wel mee. Ja, dat neemt dan verder af. Je hebt een soort kielsnelheid natuurlijk. Dus je kan wel echt heel snel op die snelheid zitten misschien, maar nu houdt het op natuurlijk. Maar hij heeft wel een hele hoop vermogen om daar te geraken. Even verder. Hoe is dat? Gaat het gelijk? Even naar voren nog even kijken en achter. En misschien even met de drone. Het zou heel mooi zijn. Ja, we gaan het proberen. Jo, dankjewel. Ja, zo, en even binnen gaan eens kijken. Het is allemaal een beetje indrukwekkend zo, hè? Zo'n schip. Zo mooi. Even kijken waar Chris is. Dat is achter denk ik nog steeds. Oh, die is ook aan de wandel gegaan. Denk ik wel. Aan de voorkant. Dan gaan we eens even kijken of het in de voorkant is. Dan denk ik dat hij daar is. Ja, zie je wel. Chris is ook aan de wandel. Was je ook aan de wandel? Oh, echt waar? Oh, zeeziek. Wou je ook even boven in de hut kijken? Moet je even doen als je wil. Ja, ja, ga maar even kijken. Het is wel leuk om te zien. Kun je even kennis maken met de schipper? Loop je mee dan? Ja, ik loop wel weer even mee hoor. Ik loop wel even mee, maar dit is ook wel heel mooi hoor. Titanic. Ja, Titanic. Zo gaan staan. Ja, kom, we gaan even binnen kijken. Als je het even wil zien, moet je even naar binnen gaan. Oeh. Hij is wel mooi hoor, Chris. Dit zo. Een mooie shout-out naar de rederij natuurlijk. Ja nou. Met dat. Anders konden we hier niet zijn. Nou, over golfjes gesproken. Hier, ga daar maar eens kijken. Ja, ik ga even maar. Hij vlogt altijd met mij, dus. Oh ja, nee. Samen even kijken. Ja. Naar beneden. Wow, nou hoe vond jij dat? Ja, dat is toch leuk? Leuk hè? Ja.
Ja. Nee, is wel leuk. Volgens mij zag ik Poortselanden weer terug in beeld. Pak jij dat ook? Even kijken of dat... Hoeveel? 20? Ja, denk ik wel. Dat is ook wel even, maar volgens mij is het daar. Daar is het weer. Ja. Nou, dat was eventjes... We varen nu langs de Brouwersdam. Deze dam is in 1971 gereed gekomen als onderdeel van de Deltawerken en sluit de gevelingen af van de Noordzee, zodat een ramp als in 1953 niet meer kan plaatsvinden. De trap. Oh ja, de trap. En ik vond die golven ook zo mooi, hè? Kijk, als je hier zo kijkt, zo. Mooi, hè? Ah. Ja. Toch mooi? Ja. Moet je nog een koffietje? Wil je doen? Ik heb niet meer. Oh, jij niet meer? Jij wel? Ja, ik was gewoon van. Ik moet er bijna af. Hè? Ja. Hoezo? Hij gaat daar liggen, dan gaat de andere kant op. Oh, ja. Jij dacht dat we weer terug gingen? Nee, want dat is die kant. Daar is Poortselanden, maar we gaan er niet terug. Ik wijs het verkeerd. Daar is Poortselanden. Wat goed aanwijzen. Oh ja. Dan moet je even een koffie halen. Ja, ga ik. Jij hoeft niet meer? Ik heb niet meer. Oké. Okay. We weer terug de haven in. Gaan we nog even snel naar voren? Die kant op? Ja? Ik denk, Chris, dat de rondvaart weer voorbij is. We zien Poortselanden erover. Daar is Poortselanden. Hij gaat nog iets langzamer. Want dan gaat nog rustig de haven in natuurlijk. Oh, ja, maar het waterpark is denk ik dicht. Is die dicht vandaag? Ik denk dat het slecht weer is. Oh zo. Kijk, en dan gaat hij heel langzaam de haven door. Ja. Als het goed is gaat hij daar zo weer terug aanmeren. Ja. Waar die, ja. Dat witte hekje daar. Ja, dat witte hekje. Dat is een stijger. Als straks iedereen van boord is, gaan we de vlog afsluiten op de boot. Toch? Ja. Ja. We waren helemaal daar zo naartoe. Hè? Ja, helemaal daar. Ja. Eigenlijk het hele Grevelingenmeer rond. Ja, langs alle eilanden. Ja. Toch wil ik alvast zeggen dat dat best een leuke aanrader is om te doen. Ja, het is zeker weer hele aardige ja. Mensen. Ja. 17,50 per persoon, dus dat is, ja, natuurlijk te doen. Als je hier bent, dan moet je dat gewoon doen, dat is leuk. Ja toch? Ja. Moet je gewoon doen, ja. Ja. Eigenlijk gewoon, gewoon doen. En zo zie je het aquapark. Die is nog niet open vandaag, is wel alweer opgepompt hoor, dus die gaat wel open. Dat is nog vroeg, ja. Oh ja. Ik dacht dat je opgepompt bleef. Nee, en dan zijn wij bijna weer aan het eindpunt. En zo zijn we er weer bijna. Oh, bijna. Ja, we zijn er alweer. Ik denk dat je goed zit, hoor je bijdraai. Dan zie je wel dat het best wel een kunst is om hem weer aan te bieden. Ja, dat moet echt kunnen. Ja. Ik vind het knap. Ik vind het ook heel knap. Ja, dat heeft je ook voor geleerd natuurlijk. Tuurlijk. Even kijken of hij al op schema zit. Denk het wel. Denk dat we er zo af mogen. Nou, dat was hem weer. Ja. Ik vond het een hele leuke ervaring. En ook leerzaam eigenlijk, dat je ook bij de kapitein mag kijken. Ja, dat je eigenlijk gewoon bij de schipper even kunt kijken hoe die boot eigenlijk vaart. Ja. Ja. Iedereen denkt natuurlijk de Titanic dat je het zo groot aan zo'n ding moet draaien, maar nee, tegenwoordig gaat het wat moderner. Het is wat moderner natuurlijk. Ja. 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 Jullie hebben dat goed kunnen zien, ik laat het nog heel even snel zien.
kijk, zo dus. Maar dat hebben jullie allemaal wel gezien. Dus, en wij willen jullie bedanken. Huh? Chris is weg. Oh. Kijk, die is overboord. Nou, we willen jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze vlog. Maar we willen ook de rederij De Nick bedanken. Ja, de rederij De Nick. Voor dit mogelijk te maken. Dus dat willen we zeker doen. En dan gaan we weer afsluiten. We willen jullie bedanken voor het kijken. Abonneren, liken, delen, duimpje omhoog. En dan tot de volgende video. Tot de volgende video. Ja. Doei. Doei. Jij hebt kaartjes? Ik heb de kaartjes. Oké, okay, dat is goed. Kijk, en ik ben voor ons alleen. Nou, Chris, gaan we zitten dan. Laten we dat maar niet doen. Nee, dit was een eventjes de aanvulling. Kijk eens, zo mooi. En je hebt ook nog een benedenruimte met een keuken natuurlijk. En dat allemaal. Dat is een roep ik gemist. Ja, dat is leuk. Hè? Ja, oké. Okay. Je kunt eigenlijk alles zo zien binnen die boot. Dat is wel leuk. Hey, maar nogmaals, even kijken. Zo, nogmaals bedankt voor het kijken. En dan sluiten we echt voor af. En misschien komen we nog wel een keertje terug. Oh ja, misschien doen we nog wel een keertje terug, want ze hadden er meerdere boten. Ja. Dus blijf gewoon kijken dan. Dan komt het vanzelf weer terug. Ja, hou het in de gaten. Ja. Tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei. Doei. Deze trap hadden we net niet. Kijk, zelfs de hondjes gaan mee, ja. Die moet je even optillen, Chris. Die kan er niet in. Ja, die wil er ook in. Zo. Ik wil zelf erin, hè.